Zeg allemaal dag. Dag. Dat is Marie Rage. Dag. Hallo. Dat is C en Pim. Er heeft inderdaad tijdens de tweede halffinale het incident plaatsgevonden. Ondanks de gemaakte afspraken dat Joost niet gefilmd zou worden bij het verlaten van het podium, werd hij toch gefilmd. Er stond een cameravrouw en hij heeft die vrouw meerdere keren gevraagd hem niet te filmen. Daar ging zij toch mee door. En toen heeft hij een dreigende beweging naar haar camera gemaakt. Overigens zonder haar aan te raken. Dat heeft vervolgens geleid tot een melding bij de EBU en de Zweedse politie. En de EBU heeft vervolgens besloten Joost te disqualificeren. Die beslissing vinden wij buiten proportioneel. We spelen de Eurosong Drinking Game. De regels staan in de beschrijving. Ik vind dat liedje zo leuk dat ik het twee keer moet horen. Zeg, wat is dat België? Donderdag en trekt op niets. Ja, ABBA, drinken! ABBA! Please join me in welcoming the music legend, Mr. Björn Hicks. Ben ik de enige die David Hasselhoff opdroogt? Zou hij beter zingen dan Johnny Logan? Iedereen zingt beter dan Johnny Logan. Nu gaan we zien naar de anti-boot-technologie wat hem werkt. Duitsland gaat 0 punten halen. Ja, dus ze zetten de gejuich onder. Ja, het maar is mensen zijn ook nog steeds aan het klappen en met Israëlse vlaggen aan het zwaaien. Ja, de Israëli's. Estla. Ja, binnenhuis. Er waren beelden opgedoken van de technische ruimte die heel erg fan waren van Estland. Dat ze allemaal dat dansje deden. Laat die klucht hier beginnen. Is Niels hier ook? Crown the Witch. Blijkbaar heeft de VFT weer vakbondsactie gedaan. Amai, die heeft een veel grotere vlag. Mag dat? Streams unavailable. Streams suspended by policy violations. Nu al. Maar ze zijn terug aan het komen, ze vinden het. Ja, ze komen. Malmö, stot. ABBA. DVD-box of Gilmore Girls season 3. Seizoen 3 is het beste seizoen. Cringe. Ja, seizoen 2, seizoen 3, hè. Is het palaveren? Ja. Palaveren. Ja. Shot. Graag een referentie van Gilmore Girls. Dan is ze samen met Jess. Ik ben team Jess, maar ze is team Dean. Ja, dat is absoluut niet waar. Ja, ik stem niet. Oh, ze hebben vijf gewoon zelf weggelaten. Ja. Dat is op de laatste. Dat was omdat de deelnemers hadden al zo'n reclame gemaakt met hun nummer. En dan ging dat verwarrend zijn als ze moesten switchen. Niet stemmen op nummer 5, dat is weggesmeten geld. Dat stemt gewoon niet. Het is weer al gedaan, hè. Is het? Moet terug... Oké, Zweden begint. Waarom begint Zweden? Omdat zij de host zijn. Ja, elk jaar? Nee, elk jaar is een andere host. Dat ben altijd Zweden. Dat is al vaak Zweden geweest. Je weet, als ik op die twee wil stemmen, onthoud. Ik wil volgend jaar deze niet meer doen, dus als ik op Israël stemmen. Ik zou zeggen, als deze niet werkt, eventueel gewoon op Discord. Vanaf nu zou het moeten werken, hè. Ja, het is... Dat weet ik niet, hè. A one night stand just ain't enough. Big boy, goed grapje. Shot. Ja, gaan we gaan drinken? Mm-hmm. Wat het drinken gemaakt? Van het breken van de waarschuwing bij het elektrische... Het breken van de epileptische waarschuwing. Ja. Hoi. Podium. Ja, twee shots, hè. Oh, we zijn offline. Nee, is echt... Ja. Maar af. Denk dat deze stream wel gestopt? Dit is de vierde keer dat we begonnen zijn. Geloven jullie echt dat deze man altijd onder run is? Nee, hij zou zanker zijn. Is dat podium op een podium? Nee. Ik had er niet op staan, hè. Nee, we moeten ons niet proberen. Daar warm zijn dat podium, die gelijk drie laagjes zijn. Nou, maar dat is weinig over die spektaart. Of van dat laag niveau van zingen. Als je stemt, moet je op Israël stemmen. Tali is half Israëlisch. Tali heeft gezegd dat het oké is dat Joost uit de dingen is. It's for the best. Voor de best, hè? Hey, wat die bakken de dame zingt. Zijn we terug op plein of wat? We leggen er weer uit. Sorry, maar zo laat al dat hier. Ja, podium op podium eigenlijk, hè? Ja, we zijn erop gestaan. Zijn jullie bier of korten aan het drinken? Ik ben bier aan het drinken.
Ik ben Lindemans van Vlazen. Ze liggen op het podium, ze op het ligt. Podium, Delta. Oh, liggen. Oh. Ah, dat ben ik van de Vildesbelt. Dat zijn ze. Mr. Worldwide. Links, rechts, links, rechts. Van Nederland en Estland de enige twee landen dat ik mijn stem aan zou geven dat ik niet ga doen, want ik ga er geen geld in steken. Maar mocht ik het doen? Moest je een hond hebben, hè? Stel. Ja, het is geen fase, moeder. Is dat neerliggen op het podium? Nee, nog niet. Maar ze gaan wel neerliggen. Is ze nu neer? Ja. Ze lacht neer. Ja, ze lacht neer. Alle, drinken! Een beetje de Moby van de Aldi. Ja, inderdaad, hoe is die door? En de Moby is al van de Aldi. Oké, zijn er tepels op zijn harnas? Ja of nee? Inzoomen! En hands! Ja. Is dat hij staat erop, het is ja, op ja. Marina, ze ligt. Ja, ze ligt. Nee, Burke. Opa. Vind je dat een mooie vrouw? Mooie vrouw. Twitter waren ze niet zo lief. Dan mogen we de orgie nog een keer bekijken. Echt in eer? De muzikale versie van een orgie. Echt in eer? Trust. Dat was een peltig trust. Ja. Nog een peltig trust. Ja, ik denk dat ik gewoon een pintje ga drinken. Even wachten, we hebben nog wel liedjes te gaan. Het been aan een halve fles. Ja, je moet heel kleine shotjes pakken. Hoe laat is het nu in Australië? Nee, ik weet niet, zo dus. Ik ga niet Free Palestine sturen. Nee. Free Joost. Free Joost. Free bier. Free bier. Free hugs. Heb ik iets gemist? Ja. Justine komt terug, maar is gestruikeld. Dit is Mirage, haar favoriete liedje. Spring vloeiend noos. Ja hoor. Podium op podium. Ah ja, dat is juist. Coming home, something like that. Yes. You! Dat was een heel lang you. Someday I sell DNA. You! You, nog eens. You! Dat klonk niet als een vorige you. Ze ligt neer! Ze ligt neer! Drinken! Jean Velber stuurt dat Italië niet slecht is. Sorry. Jacques Martens. Wow, Jeff is Jacques. Wow. Jacques is chef. Mind blown. Beetje thick, die danseressen. Ja, die derde van voor, hè. Ja. Die middelste. Een beetje thunder thighs. Die is kleiner, dus ze zal waarschijnlijk hetzelfde gewicht hebben. Ja, maar zo werkt het niet, hè. Die ziet eruit gelijk Elvira. Elvira heeft denk ik grotere... Elvira heeft grote borsten. Nee. Ze zegt Nemo, stem op Nemo. Is dat een podium op een podium? Ja, het is een podium op een podium. Die kleine oogjes, volgens mij zit die aan de Valium of zo. Allee, die pak niet. Xanax of zo. De ene van Latvia, die kale kerel, is echt gewoon een dealer. En Joost ging snitchen en hij heeft hem uitgeschakeld. Niemand wou Joost een wiet kopen. Oh, nee, hoe kan dat? Joost heeft de beste wiet. Dat is waarschijnlijk wel waar. Nee, die gaat echt gewoon pillen hebben. Je gaat niet gaan hakken op wiet. Nee. Misschien alle twee, hè. Justice voor Caria. Ja, Caria is een goede gast. En ze hebben hem ook vies gedaan. Ja, podium op podium. Wow, het is een ei. Ja. Hij ligt. Windows 95 was de eerste met een DirectX. Je kunt er wel op gamen, maar veel beter dan Doom. Maar meer heb je niet nodig. Ja, wat? Ik heb Quake nodig. Hey, het William Broek aan. Ja, dat is de act. Peter van der Veyre maakte bij Cyprus de opmerking van Get Ready, maar dit is Get Ready. Peter van der Veyre weet niet waarom hij het heeft. Pas op, die P die zingt, kan wel steeds beter zingen. Joost Klein had echt wel problemen met gewoon te zingen. Ja, die kan niet zingen, hè, Joost. Nee, die kan wel een show maken. Ik vind dat ze hem moeten laten meedoen, dat hij kan verliezen. Ik zou niet voor hem stemmen, maar hij moet wel meedoen. Ja, het is gewoon niet terecht wat er gebeurd is. Dit is een NPC, die beweegt gelijk zo een NPC in Oblivion. Hij heeft Oblivion muziek op de achtergrond. Ik kan niet onthouden hoe dat lied gaat. Elke keer is dat van, huh. Ik kan Servië beter onthouden dan dit. Ik denk altijd dat Servië deze is. Dat is de laatste plaats voor mij, zijn. Je hoeft ze makker. Dan gaat Dr. Joseph stemmen op haar. De boebels. Dus voor Duitsland gaat hij ook stemmen. Amai, hoeveel doekjes dat die nodig hebben voor haar maquillage af te doen. Zou die dezelfde haarverf hebben als Servië? Cluzo had minder punten dan Sergio. Dus volgens de EBU is Sergio beter.
Maar blijkbaar is Armenië een beetje kwaad omdat er geen kritiek is op Azerbeidzjan. Armenië staat al langer op de lijst van mensen die gepest worden en niemand geeft een fuck, hè. Je mag ook wel winnen van mij. Chaco. Podium of een podium? Absoluut. Allee, 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 doe iets negatiefs. Ja, die mag winnen voor mijn part, hè. Bij gebrek aan Lex zal ik het maar zeggen, Slay Queen. Zo ongelooflijk dat hij 17 jaar is. Ik zag er zo niet uit, op mijn 17e. Ik vind dat er een minimum leeftijd mag zijn op Eurosong. Gaan we volgend jaar Xink sturen? Nee, we sturen Sergio. En Jetter. Nee. Misandrie. Misandrie. Het is een mannenhater. Is dat epileptische working of niet? Drink maar. Ik twijfel drinken. Zuster van ons hun. Ja. Epilepsie. Ik waarschuw u maar, er zal een podium op een podium staan. Waar is het podium op een podium? Wacht, wacht. Hier, daar. Hij ligt. Hij ligt. Ja, hij ligt. Op een podium op een podium. Weer al liggen. Epilepsie. Oh jongens, Greta Thunberg is opgepakt. En ook als mensbest bij Eurovisie. Ik geprotesteerd tegen Israël. Ja. Zij de kijk geen liedjeswedstrijd meer. Ik dat beste gepiekt heeft in de jaren 80. Literally. Of Jos Klein. Help, leermeid. Dat is dubbel drinken, want dat is ook cringe. Er al twee op. Ja, kan ik daar nu al die podia op podia? Dat is bij mij. Mijn vriend Slavoj is van Slovenië. Maar hij noemt het Joegoslavië. Moestom DC, Veronica. Dat zijn sowieso tepels. Moeten we dan drinken of niet? Nee, we hebben die weggehaald. Nee, die hebben we weggehaald. Te veel tepels. Ja. 20 tepels. Dat is niet zo speciaal, niet meer denk, als 3 of 5. 3 tepels. Rim, tim, tagadaga, pim, pim, pim. Yo, dank u. Dit kan ook winnen ook. Die space zit ook keigoed. Yeah, big boy referentie. Beste performance dat hij gedaan heeft. Omdat Europapa weg is, gaat dit winnen. Sowieso. Nee, Israël gaat winnen. Ja, maar Israël, als Israël wint, is het allemaal opgezet spel. Als Israël wint, komt er geen Eurozone meer. Wordt dat volk. Als dit niet wint, dan weet je al gewoon van. Het was voor het jaar, hè. De succesvolle liedje heeft ook niet gewonnen, hè. Je hebt de beste liedjes winnen meestal, hoor. Dat zou Amblas. Ja. Knipoog! Oh, fuck firefighter. Podium op een podium. Like a firefighter! Dit is ook haar beste performance. Misschien is dat omdat ik aan mijn derde vedetje zit. Misschien moet ik in het vervolg echt volledig bezopen naar Eurosong kijken, dan is alles goed. Joost heeft bij deze Eurosong niet alleen gewonnen, hij heeft het uitgespeeld. Gewoon een stevige jongen, hè. Ik denk dat ik daar een keer drugs van gekocht heb. Zou de Sleeman de opium delen? Niet even ja, tweede. Hij ligt. Ik heb nog een kwart van mijn fles over. Oostenrijk. Jij heeft HIV. Zakken, hè. Hé, Mirage, wist jij dat dat een moeder is? Echt? Ja, 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 met dat kindje. Ja, ja. Ah, ja, ja. Wat een kleur. Het is een bam. Wat? Een bewust alleenstaande moeder. Bewust alleenstaande moeder. Nee, ik weet niet of ze echt een bam is. Het is dus nee, een milf. Wat is een incel voor vrouw mijn kind? Het is een femcel. Ik denk dat ze een femcel is. Allee, laat Kalien raven. Ik zal er zeker nog uitkomen. Ja, maar... ja. Epilepsie! Epilepsie! Ik weet het shot, eyeshot. Moetie! Heb ik dat gemist? Ah, fuck. Dit is de beste performance als hij gegeven heeft. Ja, die een extra petitie heeft geholpen. Ja, Kalien. Oei, what the fuck? Oh, 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 oh! Hey, daar was iets. Oh, nee, dat was sowieso iets. Het was een nipstip of iets. Oké, dat was het, hè. Ben ik de enige die Jacques Mertens mist? Maar ik zei het nog, dat Jacques nu in de Discord kwam, hè. Die zag je op. Die fles gaat eraan vandaag. Ik kop van die rechtse echt niet, hoor. Die links ook niet. Wist je dat Alcazar een liedje heeft genaamd Crying in the Discotheque? Nu wel. Kunt je mij nog een ander liedje van Alcazar zingen? Ja. Ik ook niet van
La 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 la. Is dat niet van u? La 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 la. Maar ik ben blij dat Johnny Logan dit niet zingt. Ik vind het jammer dat we niet aan het streamen zijn. Ik wou het woord Lebensborn gebruiken. Nee, dat is Lebensraum. Lebensborn. Een van die wijven van ABBA komt uit zo'n nazi-oerkot. Ik denk dat ik al weet welke. Frida. Ze zien er te jong uit, dat klopt niet. Maar dat zijn mensen uit Schrek, dat zijn geen echte mensen. Dat zie je. Fallout 76 is nog beter. 16 times the detail. Allee, wie wil er Pim zien dansen op Europapa? Oké. Okay. Dat is zo stom. Ik vind dat cool. Wat? Wel, dat is zo stom. Ik vind het cool zelf. En die gender in mijn slagje. Ja. Die loopt naar gewoon te. Ik kreeg zijn boek niet uit. Fuck off, zegt. Al de kippen al draad. Die zingt gelijk. Kende dat? De nanny? Fran Drescher? Ja, gelijk. Fran Dingskens. Ja, hè? En ook zo'n neusklank. En die P aan de piano ziet er zo joods uit. Dat is correct. Heeft hij ook een kappeltje aan? Ja. Wat zit er met alles niks? Hey, wat is dat met die zijn pink? Die zijn pink is kei van. En wat een ouderwetse printer hebben die achter. Ja, nee, nee. Goed, zes generaties. En die box? Die heeft iets mis. Ik denk de spatie tussen die zijn wijsvinger en middelvinger. Daar dat is iets mis mee. Ach, dit is mijn. Het is een hartjes. Maar dat is toch, check, die zijn pink. Pink klopt niet. Is mijn spuk nog handen? Er is nog meer silence, hè? Ja. Vind toch helemaal anders als daar net? Nee, zeg. De inzending van Palestina trok echt op niets. Dat is de bom. Oh! Jacques M is zojuist verschenen. Wat? Jacques M, ik denk dat hij erbij wilt komen. Hey, ik denk dat hij kan binnenkomen. Hij zit erin. Dag Jacques. Dag Jacques. Dag Jacques. Blij dag, dat het gelukt is. Ik heb er maar 2 uur over gedaan. 10, 9, 8. 15! 15. Hoor het, hoor het. Wat? Echt gewoon een boomroep. Nog heel veel boomroep. Ja, ze hoort het. Tell you that we've checked and verified all of the results, and we're ready to start revealing the results of the grand final result. Results of the final result. Nemo, Switzerland! Switzerland! Ik dacht echt dat ze Netherlands ging zeggen. Switzerland! What the fuck? Is dit de vakjury? Ja, blijkbaar is dit de vakjury. Verleden jaar was het ook de vakjury na de volksjury? Ja. Ja. Oh, ik kan niet geloven dat de volksstem nog zoiets van vliegt. Ah, ja, Malmo heeft het juist gezegd. Nee, hij heeft Malmo gezegd. Ah. Malmo. Dan is het geen shot. Oké, ik spuug mijn slok terug uit. Israël. Oh, nou kunnen ze het niet blokken. We geven 10 punten aan Duitsland. Ze zullen het dan vergeven hebben. Dan gaan ze nu Ireland. Ja. Wow, hoe zou dat? En zijn Tali is half Israëlisch. Hé, dat is die P van Voyager. Hij heeft kanker, maar hij heeft zijn haar nog. En hij heeft een gitaar vast. Gitaar is automatisch cool, hè. It's gonna be alright. Oh! Nee! Dat ze denken dat die gast make-up op. Maar zo ziet een Ier er dus eigenlijk gewoon uit, hè, mensen. Dat krijg je als je een Ier even geen alcohol geeft. De Ier is een natuurlijke vorm. Kroatië is toch wel redelijk hoog. Kroatië wint. Ja. Ik hoop het, man, ik hoop het. Is dat ook niet een beetje Susan Boyle effect? Want Nemo is lelijk. Ik denk het niet. Die kan goed. Allee. Die kan wel goed zingen.
Ik heb liever dat Kroatië wint. Allee, Duitsland, jij kunt beter punten aan Israël geven. Ja, jij hebt me van goed te maken. Sweden. Naar Marco Verstappen. Good evening, brunet in Armenia. Brunet. Oké, ik brunet. Of course. Je t'aime. Naar Frankrijk. Yo, God, wat een deal met Frankrijk gedaan. Nog geen enkel punt voor Estland, maar dat geloof ik dan. De vakjury vindt dat niet leuk, hè. Ook jury zal wat meegeven. Allee, Alex zal bij zijn. Er hangt wat aan uw jas, maar wel. Susan Boyle effect zou ermee te maken kunnen hebben. Zwitserland en Griekenland. Ukraine. Ik wist het. Is dat ook met de oorlog te zien? Het is niet de moment voor een tussenstand. Pardon, ik ben Français. It's crazy what we leave now. Oui, it's crazy. Zou wel Zwitserland zijn. Ik ben wel blij dat Letland uiteindelijk niet zoveel punten heeft. Oh nee, een vlag over zijn kop. Sowieso een antisemiet. Now for the result from the Netherlands, I turn is de kwalificatie. Oef. Wat? Ah ja, Nicky Klein wilt niet. Wat echt? Boer. Fuck ja. Boer op. Hij heeft de koptelefoon aangedaan. Nou, weer door. Ja, daar reageert hij niet. Oh. 12 points go to our neighbors in Switzerland. Ja, het ging niet Germany zijn. Maar Zwitserland, je had dat echt niet winnen. Waarom mag die niet winnen? Dat is toch een goed lied? Dat is toch goed gezongen? Ja, die mag wel winnen, maar... Holy shit, dat was toch veel beter. Kroatië heb ik nog nooit gewonnen. Wacht, wacht, is dit een volksjury? Nee, dit is een vakjury. Bruce Pablo, Portugal. De vakjury zou niet op Nederland stemmen. De volksjury is wel. Nee. Het is een Walse. Ah ja, sowieso, het is dit jaar Wallonië. Ik ken u niet. Ja, pour la France. En je Engels. Slecht. Dit is very bullshit. Nee, dat ging naar Nederland. Nederland. Nee, dude, het is de vakjury. Again, het is de vakjury. Rock and roll was all we did. Dat is like mijn favoriete Eurozone nummer. Ireland's 12 points, Switzerland. Man, die Isaac, die gaat altijd, die gaat poepen vanavond. Switzerland. Zij worden gepusht dus door de mainstream. Croatia. Ja, die hebben 5 punten aan Serbië. Kroatië moet winnen. Dat Serbië aan Kroatië geeft, is niet zo raar, hè. We finally found you, Nemo, in Switzerland. I am finding Nemo, Kevin. There you have it. All jurors have given their points. We're about to give out the points from you, the public. Israël, ik hoop dat ik op tweede of derde plaats geraken. Nee. De rest van de wereld telt als één land. Dat is Amerika, maar ook stem. Ja, maar stem is evenveel waard als die van Ethiopië. Hebben jullie gestemd? Nee. Niet stemmen. 33 points. 33? Ah, nee, oké. Oh, dat doen ze in één keer, of... Dat is wel niet veel voor Estland. 31 points. Gewoon met Estland. Is heel politiek. Wow! Oh, pijnlijk. Now, Slovenia. 12 points. In mij? Georgia. 0 points. 19 points. Ik zie onze eerste en onze derde plaats daar heel laag staan. Austria. 5 points. Wat? Oh. Dit is echt. Terecht. Ik kijk echt nooit meer. 11 points. Holy shit. Dat kan toch niet? Dat is onze eerste plaats. Dat is echt heel... niet goed. Serbia. 0 points. 32 points. Lithuania. 58 points. Ah, toch. Oh, dat is wel goed. Wat op niks, hè? Is dat gewoon dat mensen minder gestemd hebben? Jailbait. 44 points. Bijna aan Israël. En nu, Latvia? Ropper, kom op.
28 points. Hoeveel dat zoveel? Ik krijg meer punten dan Astrid. Next up, we have Reese. 84 of zoiets? 85 points. Ja. What the shit. Ik ben op tweede. Ja, ik mocht mee. Maar ja. Nou ja. Wow, niks. Wow. Het ligt me aan het tegen, hoor. Oeh, ik dacht dat die paper populair was. Dat was heel gay, ja. Ja, het was te gay. PayPal is dan hang. 0 points. 323 points. Oh my god. Wat dat is gelijk, Niels. The game is rigged from the start, boys. We have a new leader. 20 points. Dat is te weinig. Bullshit is dat hier. 0 punten. 18 points. Ja, zie je. Meer dan op Frank. Dat is wel al meer dan alle jaren gecombineerd, denk ik. Armenia, ja. 82 points. Ja, oké. Okay. Ja, dat zou wel meer zijn. Maar we niet te veel. 49 points. 49 te veel. Portugal, 13 points. 13, maar dat vond ik al niet goed. Ireland. Dat ze minder of meer hebben dan Israël. Ja, ze gaan niet meer hebben, denk ik. 36 points. Yeah. Oh, ze is niet meer dan Israël. Dat moet pikken ze. Ukraine. Hey, maar wat is dat dotje? Kom. Stop er even mee. Dat is haar antenne. Dat waren zeven. Dat blok staat. Wel 307. Ja, het is weer van dat. Dat is puur politiek. Italia. 5 punten. 104 points. Ook veel hoor. Ja, maar ik vind dat goed. Kom, baby lasagne, kom op. Als 300 dan is. Rem, pim. 337 points. Ja, kom aan. Yes, yes, yes. Yeah. Oh, zie hoe blij hij is. Rem, pim, pim. Nice. Terecht. Man, 0 points. 0 points. Ja, 12 van België, omdat er nergens iemand een fucking Franse muziek geeft. Bijna 1 uur. 227 points. Dat is wel nog veel. Dus je komt waar boven Israël. Nee, Zwitserland zou winnen. Dat is wel nog enorm veel. Maar ik heb punten nodig, hè. Als Zwitserland gaat winnen, dan klootzakken. Ja, Zwitserland gaat winnen. Terwijl dat eigenlijk wel eens hier moet winnen. Fucking fuck jullie. De tweede plaats is altijd de plaats dat verdient. Dat is een vaste regel. Kijk naar Korea, kijk naar Goa. 180 points. Zwitserland. 230. Ja. Fuck off. Nee, fuck off. Ja, ik weet niet meer. Voor mij pak nog eens die factuur. Ja, de factuur kan doodgaan. In de brandsteen. Ja, oftewel, moet het, nu is dat 50%, maar dat is te veel. Het echt naar 25% gaan 25, of zo. 25, ja. Ja, sect, hè. Dus ja, volgend jaar in Bern. In Zwitserland. Kijk, ik krijg de door naar Chrome. Karen the Witch. Hij is wel de beste zanger van de hoop. Baby Lasagne was wel beter, hoor. Hoe triest is Estland? Hoe triest is Groot-Brittannië? 0 punten van het volk. Dat was is heel dat gay. Niet nog een beetje Brexit? Nee, dat was heel nee, gay. Dat was gewoon stuk gay. Nee, dat was die groepsex. Dat was gewoon een vieze groepsex in een vuile badkamer. Ik vind het liedje leuk. Het gaat nog steeds in mijn playlist, maar het was te gay. De vakjury trekt op niks. Het contrast is echt veel te... Het contrast is even groot als vorig jaar. Weet wat het is, uiteindelijk, de gewone mens mag nooit winnen. Hè? Ja. Het publiek heeft anders gestemd. Ik moet zwijgen. Onderdrukking. Dus nu moet je hem nog op de poort moeten. We zullen zien hoe stemvast dat is. Misschien was Joost Klein te populair en kon de vakjury, de volksjury niet tegenhouden. Spanje heeft 12 punten gegeven aan Israël bij de televote. En UK ook. En ook Germany. En ook Nederland. Hé, hey, ik lees dat hier op Twitter, dat mij dat niet waar is. Nee. Is kapot! De trofee is kapot. Niet? Ah ja, hij heeft laten vallen of zo. Ja. Dit klinkt. Ja. Klinkt, ja, je hoort het. Hop, direct de trofee kapot. Ik ging hem best op de grond gesneden in mijn hoofd. Ja, de fles is nog niet al leeg. Ik ben toch wel een beetje teleurgesteld dat we dat niet hebben kunnen streamen op YouTube. Want ik weet dat er iemand is die die livestreams in zijn hoedanigheid herbekijkt op zijn eigen tijd. En ja, ik heb het over